Ook Bouke, die hebben we gezien met een grote zonnebril op. Dat dachten we eigenlijk al te merken. Een dag eerder zat hij bij ons in de uitzending. Had hij ook al iets aan zijn ogen. Dat zijn pollen waar hij allergisch voor is. Dus hij heeft twee van zijn optredens in ieder geval met een grote zonnebril moeten geven. Dat was vooral heel cool. En op een ja, niemand wist dat. En een dag later was hij zonder zonnebril te zien. Toen ging het alweer. Dus ja, dat soort dingen gebeuren er.